Op parking Meerspoort zijn medewerkers van de groendienst aan het werk. Met de hulp van een kraan steken ze vandaag opnieuw wat bomen in de grond. En het zullen zeker niet de laatste zijn. Onze ambitie reikt heel ver in het kader van biodiversiteit en onze ambitie om bloemrijke en een groene stad te worden. Planten we heel wat toekomstbomen aan. Momenteel zijn we bezig met een 200-tal bomen op heel diverse locaties, ook divers gespreid qua variëteiten. En zo planten we aan in de stad Oudenaarde. Daarnaast planten ze ook nog 2000 bloemen en meer dan 5000 vaste planten. Graslanden worden omgevormd tot bloeirijke borders waar de bijen een diversiteit aan bloemen aangereikt wordt. Het stadsbestuur investeert al enkele jaren in meer natuur. Ze willen van Oudenaarde een duurzame en leefbare stad maken. Zowel in het stadscentrum als in de deelgemeente komt er daarom groen bij. Zo gaan we in Welden, aan de rand van de Rijtmeersen, het natuurdomein, gaan we heel wat bomen aanplanten. Ook een beetje ter vervanging van afgestorven bomen. In Mater gaan we heel wat bermen aanplanten. In de toekomst gaan we ook dat met houtkanten aanplanten, met bosgoed. Maar ook een aantal bermen worden ingeplant met vooral dan in functie van landbouw en zo met knotwilgen. En al de inspanningen van de groendienst worden ook beloond. Zo heeft Oudenaarde al enkele wedstrijden gewonnen. In het verleden hebben we inderdaad al heel hoog gescoord binnen Vlaanderen met de bloemrijkste en de groene stad van Vlaanderen, waarmee dat wij ook dat de stad Oudenaarde afgevaardigd is om mee te doen aan een internationale wedstrijd. Maar onze ambitie reikt verder en dit jaar zijn we kandidaat om communities in bloem te vertegenwoordigen binnen de wereld eigenlijk.